Nee, het wordt heel realistisch gefilmd. Er wordt ook realistisch gespeeld, denk ik. De kinderen misschien nog een hoger tempo dan wij, want dat vond ik soms ook wel moeilijk. Ik denk van, mijn personage moet toch uitschieten? Ik moet toch. Maar Wim zei ook, ja, dat wordt te veel. Dat wordt te veel. Dan zit iedereen in die dramatiek en die volwassenen houden zich toch iets meer in. Maar wat wou ik zeggen? Dus ja, je hebt een realistische wereld, maar dan ineens komen er paarden uit de zee. Maar daar wordt heel gewoon, oké, die kinderen die klimmen op die paarden en die gaan. Er wordt niet raar gedaan over dingen die zogezegd niet zouden kunnen kloppen of zo. Ik pik dat, omdat die sfeer dat mij toelaat. Die sfeer geeft u een vrijgeleide om dat allemaal gewoon mee te nemen. En in die zin vind ik, het is geen stad waar gefilmd wordt. Het is Budapest, nog steden in Hongarije en het is Constanza in Roemenië. Er worden verschillende talen gesproken, dus eigenlijk zitten boven een realiteit met die talen, met die stad, met de dingen die gebeuren. Dat je denkt, ja, dat is nu toch toevallig, of hoe komt dat dat die. Dat maakt niet uit. Je gaat gewoon door in die trip. En dat is echt wel goed gelukt, vind ik. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.